Bewoners aan de cirkel Schudderstraat te Wageningen hebben sinds zondag te kampen met wateroverlast als gevolg van een dambreuk. Dit terwijl het water in het centrum van Wageningen op de meeste plekken weggepompt is. Wij oriënteerden ons ter plekke en spraken enkele buurtbewoners die samenwerkten om uit de oncomfortabele situatie te geraken. De weg naar Wageningen is moeilijk begaanbaar vanwege het slechte wegdek. Nu wateroverlast. Dat is het enigste. En wat het probleem is dat we heel weinig moeilijk op straat kunnen gaan. We zijn afhankelijk van boten die beschikbaar zijn. Er zijn privéboten die gebruikt worden en die we op en neer lenen om gebruik van te maken, zodat we ons kunnen voortbewegen. Op het moment dat wij de bewoners spraken, was het water op kniehoogte. Enkele van hen gaven aan naar familie in Nieuw-Nikeri te zullen gaan of naar hoger gelegen gebieden in Wageningen. Ze zullen daar blijven totdat de situatie is verbeterd. We zijn nu onder water en thuis hebben we problemen met de afvoer. If we moeten gaan naar reunering voor toilet. Dat is een probleem. En morgen probleem de pomp gemaal niet functioneert. Dus analyses van actie voor pomp gemaal zijn de voor LVV attack. Pomp gemaal is draai. Maar als je het ja, pomp gemaal niet draai. Oké, we hebben landelijk water overlast de. Maar als je het met 45 jaar ja, nooit meer met zo'n samen. De kleintjes, we accident, tak, we doen wang. Papier, plastic, strooien, busje. Koken gaat normaal, water de, stroom de, maar voor eerste osoja, niet zie, compleet is onder water. Mij apa beneden wonen toe, dat de ook onder water, dus klerenkast, frisser, dat ding ook onder water. Voor het doen van inkopen zijn de bewoners op elkaar aangewezen. Enkele ondernemers hebben pompen ingezet om de wateroverlast te helpen verlichten. Ook hebben sociale organisaties voedselpakketten verstrekt aan de bewoners van Wageningen.